PostNL heeft de ambitie om in 2030 alle post- en pakketten uitstootvrij te bezorgen in de last mile. Wij zetten hiertoe stappen door bussen te vervangen door elektrische bakfietsen. Ik denk dat het initiatief van PostNL heel goed is. Ik denk dat het goed is dat een grote speler als PostNL het voortouw neemt om zoiets te realiseren. We zien dat ondernemers hier van de ene naar de andere kant van de stad moeten gaan. En ik zie dat het steeds vaker voor hen vastloopt in de stad. Vandaar dat mobiliteit als thema voor ons heel belangrijk is. Duurzaamheid is eigenlijk voor iedereen heel erg belangrijk. We missen een hoop geld, we hebben een schoner leefklimaat nodig en we hebben veel last van congestie. Dus dit soort initiatieven zorgt voor een betere omgeving, een betere economie en een schoner leefklimaat. Het initiatief van PostNL is een mooi voorbeeld van een slimme oplossing om zo duurzaam mogelijk de binnenstad te bevoorraden. Wij vinden emissievrije bevoorrading belangrijk en we moeten dat juist ook stimuleren. Juist om die leefomgeving van de inwoner in de stad te verbeteren. En tegelijkertijd de doorstroming in en om de stad ook nog eens aan te pakken. En ja, de PostNL Hub is daar een mooi voorbeeld van, denk ik. Duurzaamheid is heel erg belangrijk, omdat iedereen graag schone lucht inademt, in een mooie leefomgeving zit. En iedereen wil eigenlijk naar de energie van de toekomst en de energie van de toekomst is schoon.